Welkom Hannelore Goeman van SPA. Het is de eerste keer dat u in het Vlaams parlement zit, maar u bent geen onbeschreven blad. Dat klopt inderdaad, nieuw in het Vlaams parlement. Maar ik heb de eer en het genoegen gehad om de vorige legislatuur ook 3 jaar in het Brussels parlement te zitten. Dus ik kom niet geheel onbeslagen op het ijs. Ja, dat brengt ons naadloos bij de commissie. Hè? Want heb ik het nu goed begrepen? In Brussel wordt het inburgeringstraject verplicht, maar gratis gemaakt. Dat klopt. Laat me misschien beginnen met te zeggen dat wij grote voorstanders zijn van verplichte inburgering. Hè. We denken dat dat echt heel belangrijk is om nieuwkomers hun plaats te laten vinden in de samenleving, op de arbeidsmarkt, om de taal te leren, hè, zodat we ook kunnen communiceren met elkaar. En daarom zijn wij in Brussel ook altijd grote voorstander geweest van het invoeren van verplichte inburgering. Dat was tot dusver niet het geval. Maar vanaf 1 januari, dus eerstkomende 2020, zou dat dus in Brussel nu ook eindelijk van start gaan. Ja, maar wel gratis, terwijl Vlaanderen het net betalend maakt. Ja, dus de situatie is als volgt. Dus Brussel heeft het verplicht gemaakt, maar het zijn eigenlijk de gemeenschappen die uitvoering gaan geven aan die verplichting. Zowel de Vlaamse als de Franstalige gemeenschap hebben zich geëngageerd om 4000 plaatsen aan te bieden in Brussel. Nu natuurlijk, als Vlaanderen zou doorzetten met zijn ambitie om inburgeringsbeleid betalend te maken, wat wij trouwens sowieso een heel slecht idee vinden, ja, dan zie je natuurlijk al wat er gaat gebeuren. Als mensen de keuze krijgen tussen een betalend traject aan Vlaamse kant of een gratis traject aan Franstalige kant, dan gaan mensen natuurlijk massaal kiezen voor dat laatste. En wij zijn ervan overtuigd dat dat onder andere de positie van het Nederlands in Brussel niet ten goede zal komen. En besluiten we dan daaruit dat Vlaanderen Brussel dan toch loslaat om... En dat de verfransing in de hand wordt gewerkt? Ja, dat is natuurlijk waar wij in eerste instantie nu bang voor waren. Het probleem dat wij zagen rijzen. Daarmee natuurlijk ook dat ik onmiddellijk een vraag heb gesteld aan minister Somers vandaag in de Commissie Binnenlandse Zaken daarover. En dus in die zin blijf ik ongelukkig over het feit dat inburgeringsbeleid algemeen gesproken betalend zal blijven of zal worden. Maar ben ik in ieder geval wel blij dat er nu een uitzondering komt, zoals de minister in de commissie heeft aangekondigd, voor Brussel, waar het beleid dus wel gratis zal blijven, ook aan Nederlandstalige kant. Lijkt me dan wel discriminatie tussen de inwoners van verschillende gewesten. Ja, dat is natuurlijk wat je krijgt met de verregaande vormen van staatshervorming, waarbij dat elke entiteit de wetgevende macht krijgt om een regime in te voeren op zijn eigen grondgebied. En het is in Brussel, zonder in de techniciteit te gaan, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie die de verplichting kan opleggen en de modaliteiten. En het resultaat daarvan is dus dat Vlaanderen natuurlijk zich moet houden aan het samenwerkingsakkoord dat is gesloten, zodat zij ook effectief uitvoering kunnen geven aan die belofte om 4000 plaatsen aan te bieden in Brussel. Mm-hmm. Maar laten we nu naar het begin gaan. De inburgeringscursus is verplicht, maar voor wie? De inburgeringscursus is verplicht voor alle nieuwkomers, hè, maar in eerste instantie eigenlijk alleen de niet-Europese burgers. Omdat volgens het niet-discriminatieprincipe in de EU kan je geen dingen vragen aan Europese burgers die je niet ook aan je eigen burgers vraagt. Dus concreet een Spanjaard, een Pool die naar hier komen, die geen gebenedijd woord Nederlands spreken, die hoeven dat niet te volgen? Nee, die vallen niet onder het regime van verplichte inburgering. Maar het is misschien toch belangrijk om erbij te zeggen dat we in de praktijk zien dat heel veel Europese burgers in Brussel, maar ook daarbuiten, ook vrijwillig zo'n inburgeringstraject kunnen volgen. En dat is denk ik alleen maar een goede zaak. Hè. We zijn het erover eens dat wegwijs gemaakt worden in onze samenleving, de taal leren alleen maar kan helpen om zo snel mogelijk je plaats te vinden. En dus wij vrezen inderdaad dat door het betalen te maken, dat je die vrijwillige inburgeraars totaal gaat afschrikken. Maar dus dankzij de uitspraken van minister Somers weten we nu tenminste dat dat in Brussel niet het geval zal zijn. Nu, over dat betalend maken in Nederland komt men daarvan terug, hè? Ja, dat is natuurlijk onze grote kritiek nu op de plannen van de Vlaamse regering om het hele inburgeringsbeleid betalend te maken. We kijken naar het noorden, maar dat zouden ze in dit geval dan beter ook echt eens doen. Want inderdaad, in Nederland zijn er ondertussen studies uitgekomen waaruit blijkt dat betalende inburgering eigenlijk vooral een averechts effect heeft. Helemaal niet helpt om mensen sneller of beter in te burgeren, net omdat het extra drempels opwerpt voor die nieuwkomers. Vandaar dat wij het
heel erg vreemd vinden dat de Vlaamse regering, nadat ze in Nederland besefte dat toch geen goed idee is, nu toch beslist om inburgering betalend te maken. Je zou beginnen denken dat ze zichzelf in de voet willen schieten, maar dat kan ik me moeilijk voorstellen. Oké, goed, dankjewel.